Lesmethode SBQR les 36 Bellum Gallicum. In de volgende tekst lezen we over twee Romeinse soldaten, Vorenus en Pollo, die in Gallië gelegerd zijn met het leger van Caesar. Ze strijden met elkaar wie van hun twee de beste is, en als de Gallische troepen het legerkamp van Caesar in het nauw brengen, zien ze hun kans schoon. Wie van hen twee zal het beste zijn? Auxilium praebet ei Vorenus. De persoonsvorm van deze zin is praebet, hij of zij biedt. Het onderwerp is Vorenus. Vorenus biedt wat hij hem biedt. Staat in de accusativus auxilium hulp. En aan wie het aangeboden wordt staat met een dativus. En dat is ei. Vorenus biedt aan hem hulp. Hoe doet hij dat? Invadit, de persoonsvorm. Hij valt aan. En wie hij aanvalt staat in de accusativus hostes, hier accusativus meervoud. Vijanden valt hij aan, en hoe staat met a plus een ablativus a tergo in de rug. Dan de laatste zin van deze slide. De persoonsvorm is vertit, van vertere, hij of zij draait. En het onderwerp daarbij is omnis multitudo. Een vrouwelijk woord, omnis congrueert, daarmee allebei nominatieven enkelvoud. De hele menigte, en waaruit die menigte bestaat, staat met de genitieven. Hier een genitieven meervoud, galorum, de hele menigte officieel van Galliërs. Wij zeggen in het Nederlands de hele menigte Galliërs. Draait, zij draait zich om. En dan, naar wie zij zich omdraaien staat met ad plus een accusativus naar Vorenus. En van wie zij wegdraaien staat met a plus een ablativus. En dat is apulone. Van Pullo naar Vorenus draaien zij zich. En dan lezen we hoe Vorenus dat doet. De persoonsvorm is pugnat. Hij vecht. Onderwerp is Vorenus. En hoe hij vecht staat in de ablativus met het zwaard. Vecht Vorenus. Cominus, een adverbium, een bijwoord. Geeft de manier waarop weert. Hij vecht man tegen man. Heeft het effect? Ja, want we lezen unum 1 en dan interficit, de presensvorm interficere 1. Doodt hij ketro's anderen? Repellit, dringt hij terug, Paulim een beetje. Maar, dan een tegenstelling. Doem eis in stad, cadit in fossam. In stad is de persoonsvorm. Hij zit achterna. Wie achterna zit, staat in de dativus. Terwijl hij hen achterna zit, cadit, valt hij in fossam, valt hij in een kuil. Nunc Vorenus circum cluditur. Persoonsvorm circum cluditur, een passieve vorm, derde persoon enkelvoud, present. Hij wordt omsingeld en het onderwerp is Vorenus. Nou, nu wordt Vorenus dus omsingeld. En eum vicissim paulum servat. Persoonsvorm servat, hij of zij redt Pullo. Is de persoonsvorm Pullo, redt eum, redt hem. En dat doet hij vicissim op zijn beurt, ook een bijwoord. En dan lezen we verder post remo vere cum laude quia plurimus gallos inter fecerunt in columes in castra se recipiunt. Ook dit is een samengestelde zin en de zin is op te breken bij de commas. Quia is een voegwoord en dat maakt dat het een bijzin is. We beginnen met de hoofdzin post remo vere cum laude in columes in castra se recipiunt. Persoonsvorm recipiunt. Zij trekken terug en dan is C daarbij, zij trekken zich terug en het onderwerp daarbij is de viri, de mannen. En daarmee worden natuurlijk Pullo en Vorenus bedoeld. De mannen trekken zich terug en bij die mannen staan nog dat ze in columes zijn ongedeerd en zij trekken zich terug in Castra, in het legerkamp. Dan hebben we alleen nog de woorden summa cum laude in de hoofdzin. Het voorzetsel cum staat tussen de twee woorden waar het bij hoort. Met de summa, met de hoogste roem, trekken zij zich terug. Waarom met de hoogste roem? Dat wordt uitgelegd in de bijzin. Quia betekent omdat en de persoonsvorm is inter fecerunt. En hier hebben we een perfectumvorm, een derde persoon meervoud. Omdat zij hebben gedood. Het onderwerp is natuurlijk weer die mannen, Vorenus en Pullo. Plurimus gallos, dat zijn de mensen die zij hebben gedood. En zij hebben gedood plurimus zeer veel Galliërs.
En dan sic forenuset pulo pariter laudantur. Quod uterque fortissimo pugnavit et uterque praeteria magnoer periculo servavit ai mulum. Een lange zin, maar wel gemakkelijk op te delen in een aantal stukken. Allereerst het eerste gedeelte tot de komma. Dat is de eerste zin. Dan hebben we het voegwoord quod. En dan wordt het verbonden met door middel van het woordje et. Dus op die twee punten kunnen we een streep zetten. En zo de zin in drieën verdelen. Eerste gedeelte. Sic forenus et pulo pariter laudantur. Laudare betekent prijzen. En dan hebben we de stam plus ntur is een passieve uitgang, derde persoon meervoud. Zij worden geprezen en de onderwerpen zijn natuurlijk forenus en pulo. Zij worden pariter, op gelijke wijze geprezen. Uitleg in de kwotzin, omdat uterque fortissime pugnavit. Persoonsvorm is pugnavit, hij heeft gevochten en het onderwerp is uterque, omdat elk van beiden heeft gevochten. Fortissime, de uitgang e, is de uitgang van het bijwoord. Zeer dapper heeft gevochten en uterque, ook daar is uterque weer de hoofdzin. En elk van beiden servavit is de persoonsvorm, ook hier zien we een perfecte vorm. Elk van beiden heeft gered, leidend voorwerp aimulum. Zijn rivaal en waaruit hij het gered heeft staat met E plus een ablativus en E staat ook hier weer tussen het bijvoeglijk en het zelfstandig naamwoord in. Uit het magno, uit het grote periculo, het grote gevaar, praeteria bovendien. Dan hadden we nog een vraag om te beantwoorden. Uter melior est. Uter, vraagwoordje, betekent welk van beide. De persoonsvorm is est, is en dan is melior het namelijk deel van het gezegde. Welk van beide is de beste of welk van beide is beter? Je mag een comparativus, de uitgang ior is de uitgang van de comparativus, mag je met beste vertalen als je zeker weet dat het over twee personen gaat. Welk van beide de beste is? Ad hoc nog res decerni non potest. Potest is de persoonsvorm, derde persoon enkelvoud van pot plus est is de uitgang van het werkwoord possen, kunnen. Hij of zij kan, het onderwerp is res en dat is een nominativus enkelvoud. De zaak kan, non kan niet en decerni is een infinitivus perfect praesens passief. De uitgang i is de uitgang van de infinitivus passief kan beslist worden.